Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel in mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets voor Monster High fans. En dit zijn 12 lippengloss. Hoe ze er precies uitzien weet ik ook nog niet. Ze zitten in zo'n blikken doosje. We gaan eens eventjes kijken hoe ze eruit zien. Ervoorop zit in ieder geval Claudine Wolf. En je ziet het Monster High logo. Als ik hier dit omdraai, dan zie ik hier bedoeld voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Is het niet? In totaal zit er 1,2 gram in. Het is van Marquins. En ik denk dat ik het nu maar gewoon eens open ga maken. Oh, daar zie ik de kleuren al. Verschillende kleuren lipgloss. Hier allemaal paars, roze en onder wat andere. Ik ga deze plastic deksel er even vanaf halen. En van binnen is het ook wel een mooi doosje. Je kunt het nog een keertje gebruiken voor iets anders. Je kunt bijvoorbeeld andere dingen erin bewaren. Het doosje heeft trouwens de vorm van een doodskist. Dat is wel vaker het geval bij Monster High. Zo. En nu gaan we gelijk eens eventjes kijken naar de kleuren. Hier hebben we paars. Dan hier een soort donkerroze en hier wat lichter. Hier rood, oranje, een soort koraalkleur. Dit zijn allemaal best wel dekkende kleuren, denk ik. En hier komen nog wat meer transparante en glitterende kleuren. Hier hebben we twee verschillende soorten rood-roze kleuren. Allebei met een beetje gouden shimmer. Dan hebben we goud, hier groen en blauw. En tot slot een roze. Deze ziet er een beetje transparant uit. Wel een beetje hetzelfde zoals die daar, maar dan wat glanzender. Er zit ook nog een kwastje bij geleverd. En nu ga ik die eens eventjes proberen. Het gaat hier om een klein kwastje met haar. En ik ga het nu gewoon eens eventjes proberen met een van de kleuren. Met de gekste kleur begin ik, de groene. En dan doe ik dat gewoon eventjes op mijn huid. Het is best wel lichtgroen. Als je dat op je lippen hebt, dan denk ik dat je niet zo merkt dat het lipgloss is. Het ziet er meer een beetje geelgroenig uit. Een beetje gek. Dan de blauwe. Die doe ik er gelijk daarnaast. Ja, het is best wel licht blauw. Als je dat op je lippen doet, dan ziet het er denk ik een beetje uit alsof je bevriest. Ik heb het kwastje een beetje schoongemaakt en nu ga ik eens eventjes goud proberen. Het ziet er eigenlijk wel heel mooi uit. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet op je huid. Dan doe ik hem even naast de blauw-groene. Oh, en dat ziet er wel echt heel mooi uit. Glanzend ook. Het is een mooie goudkleur. Dat kun je dan misschien ook nog wel over een andere kleur doen, denk ik. Dat wordt vast wel mooi. Zo, nu heb ik die drie transparante kleuren geprobeerd. En nu ga ik van deze nog eens even wat proberen. En ik ga nu gewoon eens even deze rode proberen. In ieder geval voelt die wat harder qua structuur dan die andere. Die andere zijn heel zacht en ik was gelijk bij de bodem. En hier is het wat harder. En je kunt het meer van de oppervlakte afhalen. Ja, een hele mooie rood kleur. Ook een beetje doorzichtig, maar wel duidelijk met meer kleur dan de andere. De andere zijn toch nog wat bleker. En deze rood ziet er gewoon uit als een mooie lichte rode lippenstift. Goed, nog één kleur test ik dan. Ik ga het kwastje even schoonmaken. En dan kies ik deze roze kleur hier. Eens kijken hoe die eruit ziet op de huid. Oh, die is ook wel heel erg mooi. Heeft heel veel kleur. Heeft nog meer kleur dan die rode. Die rode is dan net even wat doorzichtiger. Het is roze. En die is wel wat krachtiger van kleur. Deze 5 kleuren heb ik nu dus getest. Als jullie willen dat ik alle kleuren test, laat dat dan maar weten in de reacties. Maar ik geloof dat we hier in ieder geval al een goede indruk van hebben kunnen krijgen. Hoe ze eruit zien op de huid.
Deze zijn wat sterker van kleur en die zijn wat meer transparant. En als je dit allemaal zo in het doosje doet, kun je dat makkelijk meenemen naar vrienden bijvoorbeeld, als je dan gezellig samen gaat make-uppen bijvoorbeeld. En dan heb je alles gewoon bij de hand. Ik geloof dat ik eigenlijk eerst dit dekseltje er nog op moet doen, zodat het luchtdicht verpakt is. Maar dat is wel een beetje onpraktisch. Dan moet je alles er weer uithalen iedere keer. Dus ik doe het gewoon nu zo dicht met de deksel. Die zit dan ook gewoon dicht zo en dat is ook wel prima. Hier staat peel away, dus dat moet je dan eraf halen. Daaronder zie je nog wat van het doosje. Dat ziet er wat mooier uit dan met de sticker van de informatie. Ja, een heel mooi praktisch doosje. Als je geen make-up er meer in hebt, dan kun je er wat anders in bewaren. Ook dit hier erachter kun je eraf halen. Dan gaan we zien hoe die eronder uitziet. Het laat zich er makkelijk afhalen. Soms blijven er echt van die plakresten over bijvoorbeeld. Maar hier, ja, kun je het er heel makkelijk eraf halen. En zo ziet het doosje er van onder dan uit. Ook heel mooi in roze en zwart. En dan zie je dan ook Monster. En je ziet allemaal kleine symbooltjes en verschillende dingen erop. BFF, Rue. Ik heb nog gekeken wat hierop staat. Hier staat nog wat informatie op. Deze lippengloss die kan een allergische reactie veroorzaken. Dus daarom is het handig om het eerst even te testen op je arm. Ik heb het direct op mijn hand getest. Maar dat is wel vaak in zeldzame gevallen. Dat je echt een hele gevoelige huid hebt. En dan kan het zijn dat je allergisch voor bent. Maar verder, het is gewoon bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. En misschien willen jullie in de reacties laten weten wat jullie ervan vinden. Ik vind het een hele mooie set voor Monster High fans. Dan is dat wel leuk. En ja, bekijk onze andere Monster High video's. We hebben al wat Monster High poppen laten zien op het kanaal. En bekijk onze andere speelgoedvideo's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!